Hallo en welkom weer bij een nieuwe Videolest van Forbeta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar de Randaarde. De Randaarde is een erg handig stukje ook weer met elektrische veiligheid. In stopcontacten is die meestal goed te herkennen aan de pinnen die aan de zijkant van het stopcontact zitten. Maar de grote vraag is altijd: wat doet dat nu? Nou. Het punt is, deze pinnen die zijn verbonden en die gaan op een of andere plaats met een heel erg lang draad heel erg diep de grond in. En dan kun je nu denken van ja, dan heb je twee pinnen die heel erg diep in de grond zitten. Wat is daar nu interessant aan? Nou, daar is vooral interessant aan dat de grond altijd een spanning heeft van 0 volt. 0 volt kun je ook wel lezen als volkomen veilig. En een apparaat dat verbonden is met een stopcontact, daar loopt natuurlijk stroom in. Uh, die stroom die gaat er ook meestal weer uit. En dat is allemaal best wel leuk en aardig, maar stel ergens in het apparaat. Um, gaat er iets fout en het apparaat komt in contact met de buitenkant van het apparaat, dan zal de stroom die het apparaat ingaat mogelijk op de buitenkant komen te staan. En nu kun je zeggen van dan komt de stroom erop te staan, dat is inderdaad niet zo heel interessant, want die stroom die kan dan meestal nergens naartoe. Um, maar dat betekent ook hier zal een spanning komen te staan en als je pech hebt dan komt die spanning over de hele buitenkant van het apparaat te staan en op het moment dat jij hier dan staat en denkt van goh laat ik dit apparaat eens aanraken dan kan die spanning ervoor zorgen dat er een stroom gaat lopen waardoor jij een elektrische schok door je heen krijgt en die elektrische schok kan best gevaarlijk zijn. Wat doet nu de randaarde? De randaarde die zorgt er eigenlijk voor dat, voordat jij ook maar een kans hebt om dat apparaat aan te raken, dan is de buitenkant verbonden met het randaardendraadje. En dan zal die spanning die hier staat, omdat dit met de aarde verbonden is, ook 0 volt zijn. Waardoor, als je hem aanraakt, er eigenlijk niks gebeurt. Meestal heeft de randaarde ook als bijeffect dat de aardlekschakelaar zal worden geactiveerd als er ergens kortsluiting met een geaard onderdeel van het apparaat ontstaat. Kortom, werking randaarde. Ik ben Jan Willem van Voorwerpen.nl. Deze video heb ik gemaakt voor mijn leerlingen van het Openbaar Lyceum Zeist. Ik hoop dat die er wat aan hebben gehad. Maar natuurlijk ook de rest van Nederland wat aan heeft gehad. Um, abonneer je op mijn kanaal. Uh, steek duimpjes omhoog. Weet ik veel. doe wat leuks. Uh, pff, geef me geld of koekjes of zo. Vind ik ook allemaal mooi. Uh, bedankt voor het kijken.